Aron Meijers, deze punten zijn heel belangrijk. Zo, ja, heel belangrijk, zeker. We doen er volop mee en dat, deze moesten gewoon winnen van onszelf. En dat hebben we met een beetje moeite wel gedaan. Ik miste, we moesten winnen in de eerste helft. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat is een beetje, ik heb net ook al gezegd, een terugkerend verhaal. Ons begin van de wedstrijd, dat is natuurlijk niet iets wat we willen. En het gebeurt wel en het lijkt inderdaad alsof er iets moet gebeuren voordat wij een beetje bij de les zijn. En dat is wel op zich wel kwalijk, maar als je het positief bekijkt, we hebben wel weer strijd getoond. En tot de laatste minuut vol gegaan en mooi omgebogen. Jullie hebben Magic Johnson. Ja, de eerste vlak voor rust was ook zo belangrijk. Natuurlijk een belangrijk moment. En schiet hij heel aardig binnen en de tweede doet hij ook weer perfect. Dus we zijn blij met hem. Het begint een fenomeen te worden, of niet? Ja, ik denk het wel. Hoeveel goals, hoeveel heeft hij nu? 15? Ja, heel knap van hem. En hij wordt steeds beter eigenlijk. Waar gaat het eindigen? Ja. Nou ja, daar hebben we het gisteren ook al een beetje gehad. Wij willen eindigen waar we voor de prijzen natuurlijk. En daar zitten we. Daar wordt dinsdag heel erg belangrijke wedstrijd wordt er gespeeld. En dan gaan we kijken waar we dan staan. Het gaat van de belangrijkste wedstrijd van het seizoen naar de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ik zal nog een cliché uitgooien dat we nog drie finales spelen. Dus daar gaan we voor met dinsdag de eerste. Ik denk niet dat je voor de 34e speelronde al plek 8 in handen hebt. Het zit natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Op een gegeven moment denk ik dat er ploeg gaan afhaken en die komen er toch weer bij. Dus, dinsdag kunnen we een belangrijke slag slaan. En dan denk ik nog wel dat het tot laatst spannend blijft. Ja. Is het een idee om dan in de tweede helft te beginnen en de hele eerste helft af te doen? Ja, maar ja. Wat ik zeg, als het zo eindigt elke keer, dan is het wel prima. Maar we hebben het erover gehad en we gaan het er natuurlijk weer over hebben. Maar dat moet inderdaad wel beter, want dan hoef je niet achter de feiten aan te lopen. En dan kan je misschien een keer wat makkelijker uitspelen. Ja.